opletten. Ik doe hem nu even in de breedte. Ik heb wel het affirmatiekaartje vandaag gedaan. En normaal doe ik maar één kaartje per dag. Maar ik heb nu al een paar dagen hier het, dat zie je nu niet, het Godinnen Tarot kaarten liggen. Dus er moet gewoon toch een kaart vandaag bij. En waarom film ik het in de breedte? Omdat ik het dus ook op mijn andere kanaal laat zien. Daar komen sowieso op elke vrijdag, daar komt daar een schildervideo. Die zie je hier dan niet. De rest komt eigenlijk wel over het algemeen overeen. Maar ik moet daar... ik ben mijn kijkuren kwijt. Laten we daarop houden. En het is gewoon zonde. Maar ja, ik heb 8 maanden niet kunnen schilderen. 8 maanden daar niks op geplaatst. Dus ja, dan... Hè? Maar het is gewoon jammer. En als ik weer genoeg uren aandraai, dan krijg ik daar ook weer een stukje inkomsten van. En van die, het is een heel klein beetje, maar daarvoor koop ik wel mijn schildermateriaal. En ik merk aan mijn andere video's die ik daar geplaatst heb, dat mensen daar toch wel heel graag naar kaartvideo's kijken. Dus, bij deze, welkom op welk kanaal je dit dus ook ziet. 1 van de 2. Maar ik ga dus voor het Godinnen Tarotkaarten deck. Voor een Godinnen Tarotkaart. Ik heb het niet zo met de standaard Tarotkaarten. Maar de Godinnen Tarot, de Engelen Tarotkaarten, die. En de Elfen Tarotkaarten, daar heb ik dan wel wat feeling mee. Dus ja, ik ga schudden. En dan gaan we zien welke boodschap er voor ons uitvalt. Ik geloof in de wet van de aantrekkingskracht. Dus ik zeg ook altijd: je ziet het niet voor niks. Dus als je dit ziet, word je naartoe aangetrokken om dus deze boodschap tot je te nemen. Dus, nou, ik ben heel benieuwd wat hieruit komt. Oh, kijk, er slaat er eentje dubbel. Dus we pakken... Oh, het zijn er 2. We hebben de ster en we hebben de 9 van de zwaarden. En dan moet ik je dus bekennen dat ik dus nu niet... Ja, ik denk dat de 9 van zwaarden, omdat je natuurlijk al die zwaarden ziet nogal heftig, dat het denk ik betekent dat je een zware periode hebt gehad. Maar daarbij valt de ster. Dus volgens mij is dat dan weer dat het goed komt. Ik heb... omdat, ja, dat zit er bij mij dus niet in. Oké, de 9 van de zwaarden. De sleutelwoorden zijn daarvoor angst, onopgeloste zaken, slapeloosheid. De vrouw heeft geen rust, want zij wordt tijdens haar slaap gekweld door nachtmerries. Oké. Terwijl de dromen pijnlijk zijn, bieden zij haar echter wel de mogelijkheid om in het reine met zichzelf te komen. Zij brengen oud zeer aan het licht dat onderzocht moet worden. Het symbool van het oog van Isis onder het kussen van de vrouw onthult het goddelijke vrouwelijke inzicht dat haar te wachten staat. Want alleen wanneer zij begrijpt wat deze kwellingen werkelijk voor haar betekenen, zal zij ervan verlost worden. De betekenis. Slapeloosheid. Ik heb daar behoorlijk last van. Je kunt niet in slaap komen vanwege je zorgen. Ja, ik moet... Ja. Er is iets wat je grondig moet onderzoeken. Alleen dan kun je het transformeren. Ja, ik... Er moet gewoon iets aan die pijn, die extra pijn die ik heb gekregen door gedeeltelijk afbouwen van mijn medicatie. Daar moet iets zijn. Ik heb mijn tents al klaar liggen. Ik heb godzijdank nieuwe stickers gekregen. En ik heb 14 juni in gesprek met de pijnpoliarts om dus toch... Misschien dan toch weer voor die botox-injectie in die bilspier om die zenuwen iets ruimte te geven. Maar ja, dat werkt 100 dagen. Botox is vergif. Nadenken, onderzoeken. En dan staat er ook nog bij betekenis. Je bent bang dat je door angst geteisterd wordt. Je voelt je schuldig, geestelijke verwarring. Die angst, die zit er. Ik merk dat ik angstiger word met... dingen te ondernemen. Ik ben juist net weer begonnen met schilderen en ik merk dat het zwaar wordt, maar ik wil het gewoon niet... Ik wil niet terug weer in angst leven, dus dat is inderdaad een gevecht voor mezelf. En ik voel me heel erg schuldig. Ik moet weer het zwemmen, wat ik 4 keer in de week doe. Mijn moeder zei ook het weekend, ga dan niet 4 keer, maar dat zijn de enige uurtjes dat ik vrij kan bewegen. En elke arts die ik ook spreek, die heeft er bewondering voor. En die zegt ook, je lijf heeft dat gewoon nodig.
Dus ik doe het ook. Dat is voor mij een prioriteit. Dat staat boven alles. En de rest komt dan. Maar op de dagen dat ik heb gezwommen, kan ik gewoon niks anders meer. Je ziet het denk ik, nou ja, in TikTok is het een iets vertekende beeld. Want dit echt zie ik er iets slechter uit dan dit. Maar je voelt je dan schuldig. Omdat je gewoon, ik moet nu 9 van de 10 keer moet ik weer gaan afzeggen. Dus eigenlijk met mensen afspreken, dat gaat gewoon niet meer. Ik wil het wel, de intentie zet ik wel. Maar als ik, of ik ben kapot door de pijn, of als ik zo, ja, ik heb er gewoon, ik ben zoekende hoe ik weer, weer met het schema ga werken. Ik een kwartier dus rechtop, wat ik dus nu doe. Daarna moet ik minimaal 5 kwartier liggen om het dan mijn lichaam weer te herstellen. Maar ik, ja, ik ben in gevecht met mezelf. Laten we het daarop houden. En ik voel me inderdaad dus heel schuldig dat ik mensen steeds afzeg. Gelukkig hebben de paar mensen om me heen die ik in mijn leven heb, hebben daar begrip voor. Maar uit mijn gezonde tijd heb ik 1 iemand over. Die ken ik ook van al vanaf mijn 9e. En de rest, vrienden, kennen ze, alles is. En de nieuwe vriendinnen zijn 1 dame die kwam me eten verzorgen. Dat is een vriendin geworden. Die kwam 's avonds om voor mij eten te brengen. En 1 vriendin is begonnen mij als, zat in de wijkverpleging bij mij. En dat is een vriendschap uit ontstaan. En ik ontmoet nu op TikTok hele bijzondere dames waar ik enorm dankbaar voor ben. Ik heb er 1 ook ontmoet en gezien. Echt heel fijn. Maar ik heb dan dus niet de energie om dus elke dag met iemand contact te hebben. Regelmatig af te spreken. Dat gaat dus niet. En als je dan iemand nieuw ontmoet met wie je een hele leuke klik hebt. Dan komt er en die angst dat je iemand kwijtraakt. En het schuldgevoel dat je moet afzeggen. Oké, dat is dus mijn stukje. Maar dit is alleen niet dit. Jullie hebben, ik leg mijn situatie hierbij uit. Zodat die kaart wat meer sprekende wordt, die boodschap. En zodat je het daardoor waarschijnlijk ook bij jezelf kan. Dat je denkt van dat je dan die kaart beter voor jezelf kan interpreteren. Dat is de bedoeling waarom ik het dus van mezelf erbij vertel. Al heet dit kanaal natuurlijk ook Lianes Live. Dan hebben we de ster. En dan moet ik nog gaan opschieten ook. De ster. Dat, sleutelwoorden, inspiratie, hoop en dromen. Let ik dat nog heel snel lezen. Inanna, de grote godin uit het bronzen tijdperk, werd vereerd met de titel Koningin van de Hemel. Zij was gekleed met de sterren en zij droeg de dierenriem als een sierlijk met licht bezaaide gordel om haar middel. In Sumerië, waar zij 5000 jaar geleden werd vereerd, werd de tempel van Inanna, ik kan niet uitspreken, genoemd. E-A-N-N-A, het huis van de hemel. Zelfs in onze, in onze tegenwoordige tijd kijken we naar Ina's hemelse sterren voor onze dromen en aspiraties. Naast haar bewind over de hemel had Inanna de macht over de belangrijkste aspecten van het Sumerische leven. Oké, de betekenis. Je bent je bewust van je doeleinden en dromen en je bezit zelfrespect en kracht. Je hebt succes, geluk en je bent creatief. Hey, mijn schilderen. De mogelijkheden op succes zijn heel groot als deze kaart verschijnt. Alles gaat goed in je omgeving. Je grootste verwachtingen worden gedragen door het universum. Je moet alle gevoelens van onzekerheid en waardeloosheid uit je hoofd zetten. Volg je dromen zonder angst of afkeuring. Wees niet bang om ze waar te maken. Holy moly. Nou, ik kan dit, zoals je net hoorde, zo goed gebruiken. Ik snap nu waarom dit deck al een paar dagen om me heen ligt. En van, ik moet. Dit was het juiste moment. Ik had dit zo nodig, maar niet alleen ik. Ook degene die dit ziet. Bedankt voor het kijken. En ja, op 1 van de 2 kanalen. In ieder geval, dank jullie wel.